Hey hallo, welkom bij aflevering 2, seizoen 2 van Drumpraat. Mijn gast van vandaag is niemand minder dan de fantastische drummer Joost Kroon. Joost studeerde af aan het conservatorium met een 10, cum laude. Voor wat het waard is, dat heeft hij in ieder geval bewezen in de jaren daarna. Want hij heeft een fantastische carrière gehad tot dusver. New Cool Collective, Candy Dulfer. En onlangs was hij ook te zien bij het programma van Matthijs van Nieuwkerk op zaterdag. Joost Kroon. Joost, te gek, daar zit je dan eindelijk. Fijn dat je er bent, man. Dankjewel. Goed je te zien. Insgelijks. Gisteren zag ik je nog op televisie. Je doet van alles en nog wat. Ik heb vlak voordat wij elkaar zouden treffen, heb ik de kijkers heb ik een vraag gesteld of ze wellicht een vraag voor jou ook hadden. En die is binnengekomen. Oké. Okay. Frans Oortman uit Emmen, notabene. Ja. Die, hallo Frans. Die stelde eigenlijk de vraag aan jou, die stelt via mij de vraag aan jou. Want jij bent natuurlijk onlangs bij Matthijs van Nieuwkerk in dat hele bijzondere programma geweest. Ja. En hij was benieuwd naar wat het doet met jou om in zo'n hele bijzondere productie terecht te komen. Ja. Als die show met Matthijs van Nieuwkerk. En dat is zeker ook in het licht van de coronacrisis waarin we zitten. En wij als muzikanten natuurlijk vooral heel veel thuis zitten. Dat jullie allemaal thuis zitten en ik en daar jij niet. Dus de vraag van Frans, wat heeft het met je gedaan? Wat betekent het om dan daar onderdeel van te zijn? Oké, dat is een mooie vraag. Nou, het was een bijzonder project om aan mee te werken. En het is ook niet klaar, want we gaan nog door. Hè. Dat is inmiddels definitief dat er in het najaar nog sowieso 10 shows gemaakt worden. En aan de ene kant is het natuurlijk gewoon werk. Hè. Ja, we werden daarvoor gevraagd. Wat in eerste instantie al heel bijzonder is, is dat er een vast bandje waar ik al 15 jaar mee speel, namelijk Sven Hammond. Ja. We zijn niet als band gevraagd. Sven is gevraagd om het orkest te leiden. En die zijn natuurlijk gelijk, dat doen we met Sven Hammond. En dat zijn 4 mensen, 5. Jared, zanger, hoort er eigenlijk ook bij. Die was er ook bij. En het eerste wat ze zeiden tegen hem, 2 drummers. Zo. Sven dacht, oké, kikker, als dat de sfeer is. Ja. En blazers en strijkers en zangers en dit. Weet je wel. Het moest groot en veel. Want eerst nog even over die 2 drummers. Joran Vroom, dat werd dus mijn drummaatje bij de show. Wat op zich al heel bijzonder is, want wanneer speel je nou met 2 drummers? En helemaal niet in zo'n setting. En dan was er ook nog Tessa Boomkamp, die speelde percussie en gitaar en zingen. Die kan eigenlijk alles. Ook een hele goede drummer trouwens. Ja, dat was ook nog wel een plannetje hoor, om te wisselen. Maar dat was toch qua opstelling lastig, okay. Maar dat gaat misschien nog wel een keer gebeuren. Dat is een hartstikke goede drummer, ja natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk een slagwerksectie van 3, weet je wel. Dus dat was helemaal te gek. Wij daarvoor gevraagd. Ik dacht, ik moet het allemaal nog zien, weet je wel. TV-mensen roepen altijd, we gaan het doen, kikken. Ik was een beetje cynisch, we zien het wel als het zover is, weet je wel. Maar het kwam dus zover. En wat we merkten was dat we begonnen met Oud en Nieuw. Dat was de eerste opname. Met Foppe de Haan. Was dat Oud toch? En Nieuw? Nee, dat was met Joost Prinsen. Oh, Joost Prinsen. Misschien dat de eerste reguliere uitzending al met Foppen was. Maar die was vrij snel van de partij inderdaad. Nee. Nou, die Oud en Nieuw uitzending opgenomen was nog een beetje. De muziek was al dik voor elkaar, weet je wel. Veel muzikale items, interessante artiesten. Matthijs nog een beetje nerveuzig. Hè? Wat is dit voor programma? Wat ben ik aan het doen? Er was een item met kinderen en werkt dat wel? En eigenlijk binnen die. Nou ja, daarna kwamen die 10 reguliere shows en binnen 2 à 3 shows begon het echt ontzettend op zijn plek te vallen. Er kwam een soort rust en een soort positieve sfeer in de redactie en de band en Matthijs en al die mensen daar, weet je wel. Dat is eigenlijk nooit meer weggegaan en dat was heel te gek. En dat werd ook ontzettend opgepikt door het publiek. Dus zelfs de mensen op Twitter, waar normaal volgens mij alleen maar negatieve shit gespuwd wordt. Bij die eerste uitzending dacht ik, ga toch even kijken, weet je wel. Achter elkaar, wat heerlijk, wat een verademing, wat een goede muziek, wat een leuke band. En dat werd steeds duidelijker dat de mensen de muziek heel erg leuk vonden. Dus waar het misschien in de eerste uitzendingen nog een kleiner aandeel was, werd dat ook steeds meer, weet je wel. Mm. En steeds meer uitpakken en
gekke combinaties, grote arrangementen. Dus het voelde voor iedereen alsof het in een heel positieve flow zat. En dat is natuurlijk altijd bijzonder om mee te maken. Maar wat helemaal... hoe heet die vraagsteller? Frank? Frans. Frans. Sorry, Frans. Die projecteert natuurlijk een beetje op deze tijd. Dat we waren echt mensen die thuis zaten wel een lekker gevoel aan het geven. Dat is natuurlijk mooi. Ja. Dat is sowieso wat je doet, hè, als muzikant of als kunstenaar. Dat is eigenlijk wat je beroep is, toch? Je geeft iemand een bepaald gevoel. En als dat ik denk dat jullie iets heel bijzonders hebben neergezet. En ook juist dat hebben gegeven wat men ook zo mist. Hè? En ook de bijzonderheid en de kwaliteit. Ik noem dat het gebeuren met Herman van Veen bijvoorbeeld. Even als voorbeeld. Ja, dat heeft veel losgemaakt, denk ik. Ja, precies. Ja. En wat heel grappig was, Matthijs was natuurlijk... Matthijs van Nieuwkerk, die krijgt de kans om een nieuw programma te maken. Dan zou je denken, nou, die mag echt doen wat hij wil. Is ook wel zo, maar hij wilde twee dingen. Hij wilde veel muziek en interviews met oude mensen. Dat zijn natuurlijk twee dingen. Dat zijn alleen maar alarmbellen bij de omroep, weet je wel. Ja, dat is raar. En daar heeft hij voor moeten vechten, gek genoeg. Matthijs van Nieuwkerk heeft echt moeten zeggen, ik wil dat doen, weet je wel. Want tegen de tijd dat het zaterdagavond is, heb je... Je hebt elke doordeweekse dag drie talkshows over de actualiteit en over de shit van nu. En dan is het zaterdagavond. Nou, dan ga ik niet nog een keer precies over. Hè? Ik wil gewoon rust. Ja. Leuke dingen. Dus, muziek. En mooie verhalen. Ja. Dus muziek en oude mensen. En dat is nou juist waar het publiek het hardst op ging. Ja, dat is heel grappig. Heeft hij toch goed gezien. Maar ook heel bijzonder voor jou dat je daar onderdeel van was. Ja, zeker. En ook je hebt het mooi gedaan. Dankjewel. Met mijn vrienden. We spelen al 15 jaar. Tim, Glenn, Sven en ik. Ja, dat hoor je. Ja, goed. Dankjewel. Nou, fijn dat je er bent, man. Heel leuk. We gaan naar de sessie in de studio en dan gaan we verder. Joost, man. Te gek dat je er bent, hé. Ik zag je gisteren nog op televisie. Maar ik heb je natuurlijk ook bij Matthijs gezien. Dat hebben we net uitvoerig besproken. En daar speelde jij op dit drumstel. Ja, klopt. Als je het goed hebt. Ja. Ik zie jou sowieso vaak op verschillende kits. Want bij die grote show die je doet met die Ladies of Soul... speel je meer op een hele grote Tama popkit, volgens mij. Klopt, ja. Hoe kies jij je sound? Wat is voor jou belangrijk? Wat is de Joost Kroon sound? Dat is meteen een moeilijke vraag eigenlijk. Want ik ben een drummer die sound wisselt... naar gelang het project of de band of het liedje zelfs... Ik heb altijd erg veel bewondering voor drummers die een carrière lang met één sound doen. Nou, misschien is Steve Gadd één keer gewisseld van Pinstripes naar Ambassadors. Ja. Maar wel altijd datzelfde zwarte drumstel. Hans Eikenaar hier in de buurt. Die, nou ja, wie kent Hans Eikenaar op iets anders dan op die Sonar Kit, weet je wel? Dat met die Pinstripes. Dat vind ik heel gaaf. Maar zo niet voor mij. Nee. Nee. Kijk, de gig met Matthijs, daar was de band natuurlijk gebaseerd op Sven Hammond. Het bandje Sven Hammond van Sven Vigé. En dat is een andere sound dan Ladies of Soul of Tino Martin. Dat is meer, dat is wat opener, wat rommeliger, wat smeuiger, wat gezelliger. Ja, dus ik dacht bij mezelf, moet ik wel veelzijdig, want we gaan natuurlijk van alles iedereen begeleiden. Maar nee, het moet wel kloppen bij die band, weet je wel. Ja. En toen heb ik een beetje overleg gehad, ook met Joran. Van, ik denk dat ik een beetje open toms, weet je wel, 13, 16. Doe ik wel wat kortere sounds. Hij heeft 20-inch bassdrum en wat kortere gestemde toms, weet je wel. En hij heeft echt zo'n gospelsnertje, zou ik maar zeggen. Ja. Dus een beetje afgestemd aan het begin. Ja, dus vandaar die keuze voor die vintage kit, zeg maar. Maar jij zoekt jouw sound dus eigenlijk bij de artiest of de context. Ja. Wat is dan de, zeg maar, heeft iets dan ook een voorkeur? Of heb je daarin, of maakt het je niets uit? Ik ga ook echt wel anders spelen van een andere sound. Ja. Wat ik bij Ladies of Soul heb geleerd, want dat was niet mijn natuurlijke uitgangspunt. Drie toms op de bassdrum, twee floor toms, veel backends, splashes, stacks, weet je wel. Het Tjeerd Oosterhuis, dat is zijn geest en skientje, zeg maar. Hij produceert die shows. Die wilde Amerikaans en Justin Timberlake Band en Christina. Deze DVD gecheckt? Kikker. Moet ik dat gaan spelen, weet je wel? Ja. En ik had er wel veel met Candy gespeeld, met een moderne sound. Maar dan vaak één tommetje, één floortom, weet je wel. Kleine bescheiden. Ja, precies.
En toen hij wilde, maakt niet uit of je erop speelt. Dan moet gewoon vol staan met drums. Het liefst nog een gongdrum en een marching snare. Ja, ja, ja. Heel visueel dus. Ja, ja, ja. Maar, en toen dacht ik, ik ben nu een beetje een acteur die een rol speelt. Maar die rol is me wel echt, die is zeg maar ingedaald in die jaren. Dus dat ben ik nu ook. En als ik dan nu met Tino speel, dan pak ik soms ook dat 8-inch stommetje. Weet je wel? Ik heb nu zelfs 2 kids met een 8-inch stom. Oké. Ja. Ja, ja, ja. Maar van zo'n kit als dit, ja, ik heb nu ook, er zit een beetje damping op de floor, Tom. En best, coded ambassador op de bass drum, dat is natuurlijk al niet heel poppy, weet je wel. Nee. Het is wel gedempt, maar het is een ander geluid dan een Powerstroke 3 of een hoe heet dat bij jou, een E-mod? Ja, ik heb zo'n E-mod van Evans. Ja, ja, precies, dat is een hele andere beleving, weet je wel. Ja. Dat dan de mensen thuis geen verschil horen. Nee. Gewoon dezelfde sample zit toch altijd op. Ja. Maar in het echt, hè? Ja. Ja. Hoor je? Veel, veel klank, veel geluid. Spreekt, weet je wel. Dat is dit dan weer anders. Althans, ook te gek. Ja, van een ander ding. En dan met snares heb ik veel gewisseld. Ook soms 2 snares, maar... Op een moment had ik ook een timbales en een conga, weet ik het. Gewoon per show gekeken, wat is mooi, weet je wel. Deze heb ik veel gebruikt. Dus een dikke snare. Ja. Dan sla ik ook geen rimshot. Maar ook, ik heb ze hier liggen. Ik kan ze straks laten zien, hogere snares. Gewoon naar gelang de stukken in zo'n show, weet je wel. Ja. Ja. Dus eerder dat dan een kit neerzetten waar alles in zit. Want we hadden ook wel iets, het moet ook wel een beetje charmant uitzien. Dus één tom op de bass drum. Nee. Niet zoals bij Letterman, weet je, had je Anton Fick. Die had dan gewoon een drumstel waar alle backends en alle snares en alle toms in zaten. Zodat hij elke avond kon raken wat hij moest raken, weet je wel. Maar hier een beetje gewisseld en gedaan. Ja. Maar je hebt wel een soort voorliefde voor kleinere setjes dan? Moet ik dat zo zien? Of? Nou ja, die had ik altijd wel. En zeker bij New Cool Collective, de band waar ik het langste mee speel, is het altijd kleine kitjes sowieso qua hoeveelheid, maar ook qua mate. Dat is vaak 20, 12, 16, 20, 12, 14. 1 snertje, vroeger wel een klein side snertje erbij, maar eigenlijk ook niet meer. 2 bekkens zoals hier. Dus dat heb ik heel lang met name dat gedaan. Maar door Cheert ben ik toch ook toch meer liefde voor die grote kids gekregen. Ja, toch wel. Ja, maar je moet het ook echt trainen. Want het is een heel ander verhaal, weet je wel. Ja. Het is echt... Wat voor je het weet, doe je alleen maar heel stomme dingen. Gewoon alleen maar... Poef, weet je wel. Ja. Je moet even nadenken van... Oh ja, ik kan natuurlijk meer dan alleen maar... Dan moest je echt op studeren ook. Ja, of een beetje in dat idioom kruipen. Ik zou nu echt moeten... Als we nu weer Ladies of Soul zouden doen... Het is maar 1 keer per jaar. Dus dan zakt die R&B-stijl zakt weer een beetje weg. Okay. Moet ik weer een beetje oefenen, weet je wel. Maar dit drumstel wat je hier hebt is wel een bijzonder setje, hè? Nou ja, er zijn er meer van gemaakt. Best wel veel. Ja. Maar dit was in zijn tijd was dit gewoon het populairste drumstel. Weet je wel, de Ludwig Superclassic. Hoe oud is deze? Deze komt uit 1966. Ja. Ja. Historie dus. Ja, 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 precies. Ja. En wat het heel bijzonder maakt, dat zijn voor nu, is dat je hebt eigenlijk een oud drumstel, mm-hmm. maar met nieuwe hardware die zeg maar geënt is op het oude ontwerp, zeg maar. Ja, ja. Van Tama ook. Ja, de flatbeestjes heet dat geloof ik. Hè? Dus dan, echt super licht, maar het is hartstikke stabiel, joh. Ik zou er niet mee in de Ziggo Dome gaan zitten. Alhoewel, als het toevallig met deze kids zou zijn, wel trouwens, maakt allemaal niet uit. Maar je kan natuurlijk geen toms aan hangen, weet je wel. Kijk, die grote kids, dat zijn toms die hangen aan statief, zoals bij jou, weet je wel. Dus dan kies je daar ook je hardware bij uit. En boomstands, die bestaan natuurlijk niet in deze stijl. Dus het is alleen maar geschikt voor recht omhoog. Ja. In die diversiteit die jij in jouw professionele wereld tegenkomt. Hè? Je noemt net Tino Martin en daar staat dan tegenover een New Cool Collective. Dat zijn 2 uiteinden, zal ik maar zeggen. Ja, nogal, ja. Ja, en hoe vind jij daar dan je weg? En hoe, waar is dan in beide contexten zeg maar de Joost Kroon sound terug te vinden? Ja, dat is... Eigenlijk een beetje dezelfde vraag als net. Maar net heb ik er omheen geluld. Dus ja. Nu moet ik toch meer tot de kern komen. De Joost Kremser. Nou ja, kijk. Ik ben sowieso... ben ik er nooit zo van in de war geweest. Er zijn natuurlijk best wel muzikanten die gedijen goed bij... op één moment één project. Of misschien wel een carrière lang één band. Weet je wel. Ja.
wat geweldig is. Maar ik heb eigenlijk al vanaf vrij snel veel gedaan. En dan kan je dat soort 50-50 verdelen tussen aan de ene kant bands, Nuku Collective, Sven Hammond, eigen bandje, zelf alles schrijven, zelf platen maken, zelf produceren, zelf verantwoordelijk, zelf met elkaar het schip in. Bijvoorbeeld, mocht het mislopen. Weet je wel, zelf niet zelf boeken, maar wel in samenspraak met een eigen boekingskantoortje. Al dat hele verhaal. En de andere 50% is klussen, dus spelen met anderen. En dat was Kane en dat was Candy en Ladies of Soul en nu Tino of Jeroen van der Boom. En voor mij werkt dat heel goed. En ik ga ook in het een beter spelen van het andere, weet je wel. Dus ik, zonder dat, dat ik de verkeerde dingen meen. Dus ik weet niet, dat het op een bepaalde manier past dat in mijn hoofd of zo, weet je wel. Zou je even voor de kijkers ook het verschil eens kunnen laten horen? Dus stel, bijvoorbeeld, doe eens gewoon een stukje uit een Tino Martin liedje. Ja, nou het is grappig, want omdat op deze kids doen met deze sound, dat is heel tegennatuurlijk. Dus ja, dan ga ik nu proberen om dat alleen maar in spel. En dan kan ik misschien ook laten horen hoe ik dan geneigd zou zijn om diezelfde beat of diezelfde fill in te vullen met deze sound of zoiets. Ja, ja. Leuk. Ja. Oké, Tino is best wel strak, weet je wel. Het is heel conform. Alles is op klik. De lengte is liggen vast. Backing tracks lopen mee. Backing tracks lopen mee, dus je kan niet duwen trekken, weet je wel. Het is gewoon... Dat hem. Ja. Dus alles raak. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. Dat is niet Tino Martin. No nonsense, gewoon nee, maar recht door zee. Dat laatste, dat is alweer, heeft wat meer jus. Ja. En daar nodigt zo'n kit als dit. Hoor, ik ga die hi-hat een beetje meer tjoempie-tjoempie spelen in plaats van dat. Nou, die hi-hat is er ook meer voor geschikt, hoor je? Ja, ja, ja. Zo kies ik ook een andere hi-hat. Ja, er komt wat meer smeuïgheid in. Ja, dat, ja, precies. Dat zou je eerste natuur zijn om te spelen. Nou, niet in de muziek, maar op deze kit. Ja. Want ik vind het leukste als de muziek het beste klinkt. Snap je? Dus ja. Dat vind ik belangrijker dan, of ik mijn roffeltjes kwijt kan, zeg maar. En dan heb ik ook het meeste lol. Snap je? Dus ja. ik hoef me niet te vervelen als het allemaal vrij afgemeten is. Maar dat kan natuurlijk ook, doordat het een avond later weer gewoon halik idee en ja, want dan speel je de dag later speel je bijvoorbeeld met New Cool Collective. Ja. Nou, en ook even leuk voor de kijkers dan. Hoe zou je dan in die context op dit drumstijl... Speel eens een stukje uit het oeuvre van... Precies. Ja. Dan ga ik... iets spelen van heel vroeger, toen ik bij de band kwam. Dat is 18 jaar geleden. Want het is van Benjamin Herman. Die ja, heeft ja Benjamin Herman. Die band is ooit ontstaan in Amsterdam. Toen daar live muzikanten met DJ's, of met een DJ, Graham B, gingen jammen. Ja. Er kwam eerst Ben met zijn saxofoontje en Anton Goudsmit met zijn gitaar. En Frank van Dok kwam met zijn conga's. En zo is die band uitgegroeid. Juist. En toen is die DJ eruit gegaan en toen was er een band. Precies, oké. Okay. Ja. En daarom... Ja, misschien een idee voor de toekomst. ja, precies. Dan zetten we steeds meer muzikanten rond. Precies. Rond een willekeurige DJ. Ja. Musicians fight back. Ja, ja. En zij zaten toen helemaal in de Easy Tune, drum and bass, was ja, toen hip in de jaren 90. Dus daar komt zo'n beat als dit. Niet mijn beat, deze is van Stefan Kruger, de eerste band van... Maar dit moest ik dan spelen op mijn auditie 18 jaar geleden. Dus een soort... Met Bianco, zeg maar. Ja, ja. Inderdaad. Waar we inmiddels alweer twee platen mee gemaakt hebben. Okay. En heb je de meer rhythm and blues beats. En dat is niet...
Dat is een andere vibe. Het is smeuger, weet je wel. Het is relaxter. Wel rimshots, maar ja, op deze snack klinkt dat niet super. Maar wel rimshots, maar niet op je allerhardst op de 2 en de 4, weet je wel. Nou, we hebben heel veel geleend in Afrika. Zowel 12/8 beats als Afrobeat. Afrobeat is een stijl die is ontstaan in Nigeria. Ja. Door Fela Kuti, een bekende artiest. En zijn drummer was Tony Allen, die ons helaas vorig jaar is ontvallen. Echt een inspirator voor de band. Ik ga nu geen college houden over Tony, maar onthoud die naam en zoek hem op, zou ik zeggen, tegen de mensen. Die grossiert in te gekke beats waar niet een 2 en 4 op de 2 en 4 zit. Waar geen backbeat op de 2 en 4 zit. Okay. Dus bijvoorbeeld deze, dit is een bekende beat van hem. Dan zal ik hem aftellen. En dan de snare zit juist op de tel. 1, 2, 3, 4. Deze lijkt er een beetje op. 3, 4. Nog een keer voor de duidelijkheid. 1, 2, 3, 4. Dus het is al een soort gesprek in zichzelf. Ja. En dan moet je je voorstellen met twee percussionisten die een redelijk vast patroon spelen. Dat wordt echt een machine. Weet je. Precies. Ja, ja, ja. En dan de 12/8 vibes. Ja, de simpele variant. Beetje tussen recht en rond in. Ja. Weet je wel. Oh ja, deze komt van onze allerlaatste plaat. Dat heb ik ook, die heb ik gemixt thuis. Even kijken hoor. Dat heb ik er, ben ik helemaal losgegaan met allemaal samples. Dan heb ik er een, zoeken hoor. Een soort gabberkick bij gezet. Die ik ook live gebruikte. Oké. Okay. Bij onze laatste tournee. Toen er nog tournees waren. Even kijken hoor. Die lekker te typen. Oh ja, deze. Dit dingetje aanzetten. Even kijken of dit dan doet. Ja, een soort 909 gedistorte gabberkick, maar dan in een jazzband. Geweldig, ja. Dus heb je een mooie soort hybrid set in. Ja, precies. Ja, ja. Want dat doe je met die SPD van Roland, hè? Precies. En dan heb ik een triggertje op de bassdrum. Ja. En een triggertje op de snare. En dit heb ik natuurlijk dat thuis voorbereid. Gewoon je sounds uit die sessies gepakt, weet je wel. Ja, precies. We hebben live een soort... even kijken hoor. Oh ja. Hybrid drumming. Ja, ja, dat is wel gelijk hip. Leuk. Ja, ja, precies. Dat was grappig. Ja, kijk, die band bestaat 25 jaar of zo. Misschien nog wel langer. Nee, langer. We hebben ons 25 jaar bestaan ongeveer. Nee, we gaan richting de 28. Waarvan ik dan 18 jaar erbij ben. Zo. Nou, je kan niet elk jaar dezelfde plaat maken. Nou, dat kan je wel doen. Hoeveel albums hebben jullie eigenlijk gemaakt? Nou ja, echt iets van 20 of zo. Zo. Ook natuurlijk voor mij, hè, maar ik ook een hoop hoor. Hey, maak jij zelf ook dingen? Ja, maar ik kan niet zo goed niet echt piano of gitaar spelen. Dat is heel stom, want ik had eerder pianoles dan dat ik drumles had. Yo. Maar ik vond het niet zo leuk en het kwartje viel niet en zo. En ook op het conservatorium, ja, je hebt natuurlijk gewoon... ik zat op de jazzafdeling, heb je gewoon... of thuis op de popafdeling ook, maar pianoles van een goede jazzpianist. Maar... Ja. 2-5 eentjes en dingen. Ja, ik weet niet. Dat viel gewoon nooit zo. Dus ik ben niet zo goed harmonisch. Ik denk dat mijn gehoor behoorlijk redelijk is. Maar ik kan het helemaal niet kwijt op een instrument. Dus ik kan niet echt een song schrijven. Dat vind ik wel jammer.
Maar ik heb wel een aandeel in de bands, weet je wel. En ik doe wel eens een klusje dat ik iets maak of zo, maar dat is dan meer groove gebaseerd, in alle eerlijkheid. Ja. Hey, en jij, wat voor die vellen die jij gebruikt, is dat terugkomen op jouw sound? Ja. Wat je gebruikt, wat gebruik je nu? Dit zijn in principe Coded Ambassadors. Alleen dit zijn de versies, de Classic Fit heet dat. Omdat die, sommige van die oude drums zijn een beetje oversized. Ja. En dan zo'n Ambassador, die moet je dan echt met een hamer en een beitel ja. overheen slaan. En deze, ja, volgens mij gewoon het metalen randje is iets dunner gemaakt, waardoor die wel past. Dus dat is het verschil. Oké. Okay. Ja. Maar gebruik jij altijd deze vellen? Op deze kit wel, of dit type kits, ja. Meestal wel. Ik heb wel ook een oude Gretsch in dezelfde mate. Daar zitten Emperors op, volgens mij. Clear Emperors, wat ik ook te gekke vellen vind. Maar ja, voor die beetje old school sound ben ik wel een ambassador. En nou heb je guy. Moderne kits. Wat heb je daar zitten? Clear Emperors. Clear Emperors. Ja, eigenlijk ook ouderwets. Ik ben niet zo van ja, die... Ja, het zijn vrij dikke vellen. Ja, dat. En het is natuurlijk veel hipper nu om van die zwarte vellen en met kleurtjes en dingen. Ja, dat, is, dat ja. vind ik toch moeilijk. Ja. Maar ik hou toch wel van een hele, ook in die setting, op die moderne kit met veel toms, wil ik toch dat het spreekt, weet je wel. En dat het een beetje klinkt. Hey, als jij, hoe kijk jij naar de nieuwe generatie muzikanten, maar laten we even specificeren, drummers. Ja. De nieuwkomers. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik vind een heel interessante tweedeling gaande. Dat wil ik eigenlijk aan jou vragen ook. Er is natuurlijk, je hebt nu het nieuwe fenomeen de YouTube-drummer of de Insta-drummer. Ja. En muzikanten van onze generaties, de ene helft zegt, ja, dat is gewoon een nieuw verdienmodel. Dat is het toeren bestaat niet meer, je moet op Insta. Ja. En de andere helft zegt, hey man, hey jongetje of meisje, jij zou bij de soundcheck al ontslagen worden op mijn gig, weet je wel. Ja. Er zijn een soort twee uitersten gaande. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar kijkt. Ja, nou ja, ik zie soms dingen die ik echt, dat denk ik, hoe is dit godsnaam mogelijk zo goed, ja. zo jong al. Tegelijkertijd moet ik eerlijk bekennen dat ik ook altijd vaak dat gevoel bij dat soort dingen, dat soort fenomenen krijg van oké, voor hetzelfde geld waren ze heel goed op een skateboard of zo. ja, ja, weet okay, je, dat ja. het een soort van tutorial kijkerij is en ze klinken ook bijna gek genoeg ook allemaal hetzelfde. Ja. Dus het voelt, het, ondanks dat ik kan er ook wel ontzettend van genieten. Ik kan er ook echt heel veel bewondering voor hebben. En dat ik denk van, hoe is het inderdaad in godsnaam mogelijk dat zulke jonge mensen op dat niveau al kunnen spelen. Ja. Maar tegelijkertijd, het lijkt soms wel een soort videogame of zo. Dat ze heel goed zijn in FIFA 2021. Ja, maar dat is ook een verdienmodel, toch? Als je heel goed kan gamen, kan je ook geld bij verdienen, toch? Gaan mensen gewoon kijken hoe jij gamet. Ja, maar dat is een raar fenomeen. Omdat kijk, voor mij is muziek, dat gaat verder dan een kunstje of een trucje of een dingetje. Daar hoort ook een soort romantiek en daar hoort beleving bij. Dat speelt op emotie. Dat is het gevoel. Ja. Een soort sensatie. Sommigen noemen het kippenvel moment. Of je kunt er verschrikkelijk verdrietig van worden omdat het je herinnert aan iets. Ja. Muziek is eigenlijk een afspiegeling van de ziel. Zo moet het zijn. Dus de sensatie die je voelt. Als jij, dat weet je zelf ook, dat je met een band speelt ergens. Dat het allemaal klopt, dat je geluid te gek is, dat je energie helemaal vet is, dat de band gewoon goed klinkt, dat het publiek helemaal... Dan gebeurt er iets, dat kun je ook eigenlijk niet uitleggen aan iemand die dat nooit meegemaakt heeft. Ja, ja. Dus dat is, misschien is dat wel het goddelijke of zo, mocht je daarin geloven. Maar er gebeurt iets geks. Ja. Maar datzelfde, die sensatie, die energie, die kun je ook ervaren als publiek. He, dus de verdiepende factor in muziek. En dat is waar het mij over gaat. Dat voel ik dan weer niet. Het is... Instagram is natuurlijk... Ja, het is een beetje Narcistagram natuurlijk. Het gaat juist heel erg over de buitenkant. En over dat hippe truitje. Of die hippe snelle fil, weet je wel. Ik ben dan meer geïnteresseerd in de beleving. Die er ook wel is, hoor, op heel veel dingen. Dus je moet ze zeker niet allemaal over één kam scheren. Absoluut niet. Nee. Dus dat zou ook niet eerlijk zijn. Maar ja, het muziek is net het leven. Je bent zoals je speelt en je speelt zoals je bent. En het pad wat jij in je leven doormaakt is eigenlijk ook de muzikale afspiegeling die je dan neerzet. Die vertegenwoordigt dat eigenlijk. Ja. Dus de verdieping, de lagen in muziek op het...
op het niveau wat eigenlijk hoger dan jezelf is. Ja, ja, ja. Daar is het mij om te doen. Omdat dat is namelijk het gebied, volgens mij, waar je mensen raakt. Dat ja. is, daar is waar het gebeurt. En anders is het, zijn het cheap thrills of zo, bedoel je? Die soms ook lekker zijn. Ja, precies. Dus het is, er zit wel een, natuurlijk wel een serieuze discrepantie in, natuurlijk. Aan de ene kant is het helemaal te gek. Nou ja, maar moet je het niet zien als een ander genre? Of als een ander, misschien zelfs een ander, ander beroep of zo? Nou, ik denk dat het gewoon evolutie is. Of de tijdgeest op dit moment. Ja. Ik, dat is een andere discussie. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar wat wij aan technologische innovatie hebben meegemaakt de afgelopen 20 jaar. Hmm. En hoe zich dat heeft doorgezet op het internet. En met name ook internet. Dat waarvan iedereen dacht dat het mensen zou verbinden. Ja. Terwijl eigenlijk het tegenovergestelde gaat gebeuren. Want mensen zijn nog nooit zo oppervlakkig bezig geweest met hun zaken. Ja. Weet je wel, ik bedoel net als dat hele medium van Spotify en dat soort dingen. Ja, mensen scrollen er snel doorheen. Even een fragmentje zus, even een fragmentje zo. Ik ben er wel blij mee trouwens. Ja, de natuurlijk. Het, is ook, het geeft ook heel veel rijkdom, hè? Ja, ja, ja. Maar, nou ja, het is... je kan natuurlijk alle muziek van de wereld dus in je binnenzak hebben. Maar als je geen één liedje echt kent, wat heb je er dan aan of zo? Ja, het is die cliché van wat is het verhaal wat je wil vertellen? Hè? Waar resoneert het? En hoe ga je op zielsniveau waar het volgens mij moet gebeuren? Ja. Dat is waar je geraakt wordt. Ja, ja, ja. En waar het anders resoneert, zeg maar. Dat is volgens mij... Ja, maar dan om op je vraag terug te komen. Er zijn voor mij absoluut nu... nieuwe jonge muzikanten die als een malle resoneren. Absoluut. Nee, maar dat klopt hoor. Ja, dat is zeker zo. Absoluut. Ja, ja, ja. En ook in de buurt, in Nederland. Het, is, het niveau waarop sommige jongens en meisjes spelen, dat is echt onwaarschijnlijk. Ja. Dat is echt niet normaal, joh. Ja, dat is waar. Zeker in, in de jazzhoek, weet je wel. Wat er allemaal... aan een 20-jarig moet je bijna horen. Zeker. Ja. Maar ja, goed. Het is rondloopt, goeiedag. Het is, het is ongeëvenaard, maar is er ook niet een soort levenspad nodig om uiteindelijk tot een andere verrijking te komen? Dat is een interessante. Ja, geen idee. Ja, weet dat, sommige van onze grootste helden zijn halverwege hun... dat ze half 20 overleden. Weet je wel? Dus ja. Misschien sommige mensen hebben helemaal niet zoveel tijd nodig om echt tot de kern te komen. Klopt. Toch? Ja. Ik bedoel, hoe oud is Charlie Parker geworden en iedereen... speelt hem, nou ja, niet iedereen speelt hem na, maar dat is zo onlosmakelijk verbonden met dat instrument. Dat klopt hoor. Weet je wel. Of Hendrix, of noem ze allemaal maar op. Ja, maar... Dus ja, de ene heeft misschien 60 jaar nodig om op een punt te komen dat hij wat rust voelt in wat hij doet. En de andere heeft dat op zijn 25ste. Dat kan gewoon, toch? Dat klopt. Ja, en maar het is een andere tijd. Waarin sowieso. Het is een enorme uitdaging voor heel veel mensen om... om te zijn. Ja. Zullen we dat gaan spelen? Nu al? Is het al klaar? We zijn al, Oké, dat is goed. Was een mooie lichting. Wat zeg je? Het was mooi.
Mooi. Ja. Te gek. Wauw.